Goedemorgen mensen, ik voel me echt op dit moment heel erg dood. Maar dat maakt niet uit, want dat komt helemaal goed. Trouwens, hier slaap ik nu. Dit is mijn kamer. Vet lekker bed, echt een heel hoog bed. Heerlijk, dat wil ik in Nederland ook hebben. Ah, ik kan gelijk wel een rondleiding geven. Daar slaapt David, hier is een nog slaapkamer. En dan heb je hier de gang, dan heb je hier links heb je de badkamer. Badkamer nummer 1 trouwens, een wc. En dan heb je hier, kun je een gangetje in, dan loop je naar de keuken. Hele grote keuken, echt Amerikaans dit. Ze hebben dan geen goede grote koelkast, tenminste, dat is wel een groot ding. Een bank daar, buiten hebben ze geen grote tuin of zo, maar. En dan is dit de woonkamer. Ik vind het huis echt gewoon helemaal geweldig. En dan heb je hier ook nog een deurtje naar de. Hier doen ze de was dan, zeg maar. En dan heb je hier een deurtje. En die gaat, nou ja. Die gaat naar de garage toe. Naar de garage, de auto. Al onze zooi is weer bij elkaar gepakt. We gaan nu naar Dana Point. Daar staan al onze koffers. Hele hoop koffers. Wie er nog een huisje zoekt, dit was de prijs 2 jaar geleden en dit is hem nu. Dus het zijn eigenlijk de buren zijn het hier. Dus. Laten we het huis kopen en laten we met z'n allen gaan wonen. Dat lijkt me een goed idee, vind je niet? Het is tijd om weer te vertrekken uit Manifee. En dat doe ik met pijn in mijn hart. Nee, ik vind het hier echt geweldig. En ik hou echt van dit huis. Maar we zijn hier maar 2 dagen geweest, helaas. We gaan vanavond gaan we. Gaan we. Oh, deur is dicht. Vanavond gaan we partyen in Tijuana. Dus daarom hebben we alles weer ingepakt en zijn we. Weer klaar om richting Tijuana te reizen. We gaan eerst nu naar Dana Point. Dat is een heel mooi gebied waar ik vorig jaar ook al geweest ben. Waar we Lexi weer gaan ontmoeten die jullie eerder al gezien hebben. Dus dat wordt heel leuk. De deur zit op slot. Ja, check. Dus ja, jullie zien daarvan nu vast wel beelden, denk ik. Dit is Davidstraat. Echt een fucking mooie straat. Allemaal heel erg breed. Allemaal hele mooie huisjes. Hij leeft wel in the middle of nowhere. Dan heb je ook wel iets heel moois terug. De garage, de voorkant. Ik heb net, ik had net heel erg dorst onderweg. Dus ik dacht, we gaan even wat drinken halen. Maar ik dacht van, nou ja, laat ik de grootste maar nemen. Geen goed plan, want dan krijg je dus echt zo'n groot ding krijg je dan dus. Dat is echt fucking niet normaal. Bij Jack in the Box. Dus proost, maar ik krijg het niet op. Hallo mensen, we zijn nu in Dana Point aangekomen en achter mij lopen David, Lexi en haar vriendje. Lexi is ook weer meegekomen met ons. Hartstikke gezellig. Dus we lopen hier nou in het mooie Dana Point rond. Ik hou van deze plek. Vorig jaar toen ik hier liep was er dus helemaal niemand. Maar vandaag is het dus best wel druk zoals je kan zien. En we hebben hier een mooie zonsondergang. Zonsondergang. David, Lexi. Oh yes. Mensen, wie wil er hier met mij in een huisje komen wonen? Dat is toch awesome. Nice huis. Yeah. We zeggen dit mooie strand nu gedag met een mooie zonsondergang achter ons. We gaan nu uit eten met z'n allen. Gezellig. En natuurlijk hebben ze in Amerika ook weer Hummers. Die zie je hier echt overal. Mooie auto's allemaal. Very nice. En we gaan nu in een Mexicaans restaurant gaan we eten, dus Yeah, hammer compared to my car. Very small. Dit is eigenlijk mijn auto, dus ik ga nu oh. We zijn hier aangekomen hier bij het Mexicaanse grillrestaurant Chipotle. We gaan hier lekker eten. We zijn klaar met eten en we gaan nu richting Tijuana waar we gaan clubben. Lexi zei doei. 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 Do you want to say something? To the Dutch people? All I know is how to say. I only know how to say a few things in Dutch. Say but, them. Doei. Ik hoop dat alles goed gaat. Doei. Doei.
Het is nu 4:30 s'nachts. Ik ben net terug van het uitgaan. Het was heel gezellig. En ik heb een beetje te veel cocktails op, maar dat maakt me er niet uit. En ik ga nu voor jullie speciaal nog mijn video uploaden. Ik moet een beetje zachtjes praten. Maar ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden. En morgen mijn laatste dag. Dus dat zien jullie dan weer. Tot morgen zou ik zeggen. Welterusten voor mij.